Suriname doet op landbouwgebied niet onder voor buurland Guyana, zegt minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Vanmorgen ging de bewindsman in op een aantal vragen van journalisten ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op zijn departement. Suriname is bezig met het halen van expertise uit het buitenland om een grote inhaalslag te maken op agrarisch gebied, zegt Seudin. Agrarische ontwikkeling is niet iets van alsof je een supermarkt opent. Vandaag open je, vandaag morgen begin je winst te maken. Het is een lange termijn planning. Je moet lang van tevoren begonnen zijn. Ik zal je vertellen, uit de jaren 60, onderzoeksrapporten die toen zijn opgesteld, gebruiken wij nog steeds. Als het gaat om bodem bijvoorbeeld, bodem verandert niet zo snel. Maar we gaan terug in die jaren en kijken naar wat is toen onderzocht. Wat was het antwoord toen? Waar zijn we nu? Weet je, dus het is een lang proces. En het vereist tijd en ook de nodige investeringen. Maar in dat proces zijn we bezig, dat weten wij. Zelf heb ik ook landbouw gestudeerd, dus dat proces ken ik al te goed. Maar we zijn op de goede weg, laat me dat erbij zeggen. Er moet vooral meer gewerkt worden aan exportverhoging van gewassen. Seudin vertelde ook wat de stand van zaken is wat betreft landbouwprojecten van het ministerie. Kijk, Marcusa loopt en die boeren, meer dan 300 boeren hebben zich aangemeld. Die worden nu allemaal geselecteerd, beoordeeld en naar NOVA gestuurd voor de financiering. Dus wat dat betreft hebben we wekelijks een meeting met het managementteam om de gang van zaken gewoon continu bij te houden. Wat een ananas betreft, dat is het project dat via de Wereldbank, de FAO en het ministerie van BIBES gaat, economische zaken erbij. Dat loopt ook, moet ik eerlijk zeggen. We hebben ook daar periodiek de ontmoetingen, ook ontmoetingen met de boeren zelf. Voor de ananasteelt zal Suriname gebruik maken van nieuwe technologie. Met deze nieuwigheden kan er worden ingespeeld op de rijpingsseizoenen van deze gewassen.